Audrey Hepburn is in Nederland aangekomen. Samen met haar echtgenoot Mel Farrer arriveerde ze op Schiphol. Ze werd er begroet door bestuursleden van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers, die zij komt helpen bij de geldinzameling voor een grootscheepsbouwplan. En daarna werd ze bijna onder de voet gelopen door een leger persvertegenwoordigers dat het grootste was dat Schiphol in jaren had gezien. Er was nog een tweede leger op het vliegveld. Dat bestond uit enige duizenden scholieren die de herfstvakantie benutten om de jonge actrice van Nederlandse afkomst op hun jeugdig uitbundige manier te huldigen. Alvorens ze haar vierdaagse tournee door ons land begon, was er een persconferentie in Amsterdam, waar Audrey op uiterst charmante wijze de meest uiteenlopende vragen beantwoordde. De fotografen lagen al die tijd aan haar voeten. Het waren vragen over toneel, over film en ballet, over haar toekomstplannen. Maar tijdens deze bijeenkomst vergat zij niet te spreken over het doel van haar bezoek. Hoewel ik heel gelukkig ben weer in Holland te zijn, waar ik alleen de mooiste herinneringen aan heb, zou ik u wel willen zeggen dat ik hier niet gekomen ben voor een vakantie, nog voor publiciteit. Ik ben gekomen hier om nog eens de aandacht te vestigen op een van uw mooiste organisaties in dit land, de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers. Ik doe dit van ganser harte, omdat het werk van het Bond zo mooi en nuttig is, maar vooral zo heel belangrijk. Ik hoop dat u, evenals ik, daarvoor al uw krachten zult willen inspannen, zodat deze oorlogsslachtoffers zo goed als onder de omstandigheden mogelijk is geholpen zullen worden. Diezelfde avond waren Audrey en haar man eregasten tijdens een studentenfeest in Amsterdam. Audrey zelf was er natuurlijk het middelpunt van. Aan het slot van de avond werd ze naar voren geroepen om de eerste cheque in ontvangst te nemen ten bate van de oorlogsgewonden. En ze deed dat op een manier die aller harten veroverde. Het drukke programma dat Audrey Hepburn moest afwerken voerde haar ook naar Heemstede, waar ze een ongedwongen bezoekje bracht aan de secretaris van de Nederlandse Bond van Militaire Oorlogsslachtoffers, de heer Prins. De sigaret die de heer Prins Audrey aanbood, wilde ze liever niet accepteren. Toch voelde ze zich dadelijk zo op haar gemak dat zij de koffie voor haar gastheer verzorgde, die, nemen we aan, in zijn hele leven nog niet zo'n lekker bakje troost had gedronken. Audrey toonde dat ze nog steeds verrukt kan zijn van haar eigen foto's. Ze had veel plezier om de opnamen die tijdens haar bezoek aan Nederland werden gemaakt. De papier-mâché poppen die door mevrouw Prins in vrije uurtjes werden vervaardigd, trokken uiteraard de belangstelling van Audrey's echtgenoot Mel Farrer, de poppenkastbaas uit de film Lily. De zoon des huizes maakte tot slot een paar herinneringsfoto's van dit bezoek. Audrey bezocht ook nog de oorlogsveteranen in het revalidatiecentrum Aardenburg. Een beetje onwennig deed ze de eerste worp voor een rolstoel-netbalwedstrijd. Ze volgde het spel met belangstelling, evenals later de voorlichting over de in Aardenburg toegepaste revalidatiemethoden die zij kreeg tijdens haar rondgang door de barakken en werkplaatsen. Hartelijk werden Audrey en Mel Farrer bedankt voor een geschenk dat ze zelf hadden gekregen, maar dat zij aan de mannen hier weer wegschonken. Tijdens de 5 dagen van haar bezoek zorgde Audrey ervoor dat er een bedrag van 50.000 gulden binnenkwam. Genoeg om de grond te kopen waarop de speciale woningen voor de oorlogsveteranen zullen verrijzen.